Welkom. Hey, mag ik jou een hoek geven? Ja, ik ben Anja. Hoi. Goedemiddag. Hoi, hoi. Alsjeblieft, Arjan. Arjan, nou. Alsjeblieft. Prachtig. Want ik hoef niks te doen. Ik word gewoon verwend. Kijk, kijk, kijk. Ja. Oh, eet je uit mijn handen nou. Oh. Bij bepaalde dingen ga ik overstag, ja. Kijk. Hey, gezellig, hé. Alsjeblieft, bon appétit. Nou. Smakelijk eten. Nou, hey, op... Maaltijden, goed gezelschap. Ja, lekker proost. Dagen. Nou, laten we maar een aardrijkdans doen dan. Een aardrijkdans. Aanrechtdans. Smakelijk. Jij ook. Alsjeblieft. Nou, dat is de lekkerste die je ooit hebt gehad, hè? Uit mijn hand. Ja. Nou, vertel wat je voelt. Ik proef passie, ik voel de liefde. Ik voel de sensualiteit. Ik voel iets op mijn tong smelten. Ja. Ja, hij is wel oké. Okay. En dus namaste. Dankjewel. Nou, als ik dit meestal doe, zo dit. Mm-hmm. Ik geef wel altijd een bepaalde verbintenis zo. Mm-hmm. Ik vind vingertoppen vind ik een prachtig communicatiemiddel. Nou, dan communiceren wij dus met onze vingertoppen. En met onze ogen. Dus ja, nu moeten we het nog met onze mond leren. Oké. Okay. Ik wil weten van jou of je je echt open kan stellen naar mij. Want het zeggen is één ding, maar het ook doen is een tweede. Ja, dat is een heel, heel concreet antwoord. Ja. Waarom? Omdat jij heel zuiver bent. Je geeft me de ruimte. Dus ja, dat kan ik. Oké. Ja. Want dat is wel voor mij van belang om te weten. Dat er niet een soort spelletje of zo, of weet ik veel wat. Snap je dan wat ik zeg? Ja, daar heb ik geen zin in. Nee. Ik heb geen zin om met, vooral met jou niet, een spelletje te spelen en ook niet met andere mensen. Ja. Dus... Nou, dat vind ik een fijn antwoord. Ja? Ja. Wat wil je van mij weten? Ik ga een vraag stellen. Mm-hmm. Mag van jou een hug? Ja. Dat mag jij. Had je al bestek? Ja, een lepeltje. Ja, smakelijk. Waren de eitjes of niet? Nee. Het ei visualiseren we er wel bij. Hoe is het met u? Hoe zit je erin? Gisteren was ik een starterbal. En die kom ik steeds meer tot rust. Mm-hmm. En heeft eindelijk allemaal te maken met jou. Fijn om jou bij me te hebben. Mijn gevoel naar jou toe wordt steeds meer. En hoe is het met jouw gevoel? Ik ben... alles aan het aftasten op mijn manier. En heel veel knopjes die aangeraakt worden. En die ben ik nou allemaal aan het onderzoeken. Het is gewoon flow. Nee, niet helemaal. Ja, niet helemaal. Ik had vanmorgen gezegd, ik kreeg om ontbijt. En in één keer stond het ontbijt klaar. Ik wil gewoon een open boek zijn naar jou toe. Mijn emoties tonen. Andere dingen. En het is oké, zoals ik nu ben hier. En dat vind ik ook fijn. Mm-hmm. Dus bij deze, dank je wel daarvoor.
De komende 24 uur zou ik heel graag met jou verder willen gaan op een soort ontdekkingsreis van oké, wie ben jij? Wie is Anja? Wat voor elkaar kunnen voelen, betekenen en dan eventueel een toekomst verder te kunnen gaan. Hoe ik deze 24 uur heb ervaren. Vanaf dat ik binnenkwam had ik ook inderdaad in één keer de kriebels. Ik heb heel veel momenten gehad dat ik het gevoel had alsof ik in een spiegel keek. Maar wat ik bij mezelf nu de laatste 24 uur wel gemerkt heb, dat ik ging blokkeren. En dat had niks met jou te maken. Maar ik wil niet verlengen. En dat heeft alles met mij te maken. Dat ik ook op een bepaalde manier aan de rem trek. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon tijd en ruimte voor nodig. Dankjewel. Het gaat je goed? Ja, ook. Lang leven de liefde is vrij.